Na een paar weken van voorbereidende werkzaamheden is deze week daadwerkelijk begonnen met de aanleg van een waterberging in de Lier. De kelder onder het parkeerterrein aan de Van Rijnstraat kan 670.000 liter overtollig water opslaan. Dit is te vergelijken met 6700 regentonnen. Ook het riool gaat op de schop. We gaan daar het riool aanpakken. In elk geval het afkoppelen van het rioolsysteem van het oppervlaktewatersysteem. De kans op een piekbui is nog altijd aanwezig. En dan hopen we ook voor deze mensen in de Van Rijnstraat en omgeving dat ze droge voeten kunnen blijven behouden. De komende weken worden ongeveer 42 palen in de grond geslagen om te voorkomen dat de berging wegzakt. In november wordt het project afgerond. De naastgelegen kinderopvang en de bibliotheek blijven met een speciaal aangelegd pad bereikbaar.